Gerard Milo is de eerste van vele gasten die vandaag langskomen om het hebben over Omroep West in deze tijden van bezuinigingen. Wat komt er nou eigenlijk op ons af aan bezuinigingen? Wordt het voortbestaan van Omroep West bedreigd bijvoorbeeld? Nou, ik weet niet of het voortbestaan direct wordt bedreigd, maar er komt wel veel op ons af. De plannen van het kabinet Rutte zijn om nog eens 100 miljoen te bezuinigen op de publieke omroepen. En dat lijkt een beetje verloren te gaan in de discussie. Maar 25 miljoen van die 100 miljoen moet worden opgehoest door de regionale omroepen. Ja, dat klinkt als niet zo heel veel. Maar aan de andere kant, wij werken met een fractie van de budget in Hilversum, hè, hier bij de regionale. Ja, in Hilversum is ongeveer 900 miljoen budget jaarlijks beschikbaar. En wij hebben een budget van een kleine 150 miljoen. Dus percentueel maakt het nog wat uit. En dat zijn alle 12 regionale omroepen, 13 regionale omroepen bij elkaar. Ja. En als je gewoon zou gaan rekenen, wij kunnen ook zelf reclameinkomsten genereren. Nou, er is een economische crisis, dus je ziet ook dat die wat teruglopen. En als je dan alle bezuinigingen die daar nu aangekondigd zijn en de teruggang in reclameinkomsten bij elkaar optelt, dan betekent dat dat je vanaf 2013 zo'n 30% minder te besteden hebt als regionale omroepen. En dat is uiterst zorgelijk. Ja. Ja, en wat gaat dat betekenen voor ons? Moeten we programma's gaan skippen of moeten we verhuizen? Wat betekent dat? Wat gaat de luisteraar en kijker daarvan merken mogelijk? Nou, ik ben bang dat die daar echt iets van gaan merken. Wij moeten bijvoorbeeld, als de plannen zo doorgaan door de Kamer als ze er nu liggen, moeten wij voor volgend jaar al een miljoen extra gaan bezuinigen. En dat ga je gewoon terugzien in de programma's. Dat is jammer, want we hebben natuurlijk een hele belangrijke rol en een belangrijke functie hier in de regio. En wij willen graag die rol zo goed mogelijk kunnen blijven vervullen. Dat begrijp ik. Nou, wordt er vandaag een demonstratie gehouden op het Malieveld door de publieke omroep. Daar staan wij dan weer niet bij. Nee, maar je kunt je afvragen hoe verstandig het is om met een paar duizend mensen op Malieveld te gaan staan. Om daar te betogen tegen bezuinigingen die op zichzelf begrijpelijk en herkenbaar zijn, want er is een economische crisis. Ik denk dat je op een veel positievere manier aandacht kunt vragen voor de problemen die er zijn. En veel meer laten zien, en dat is wat we ook vandaag gaan doen en daarom zijn we hier natuurlijk. Veel meer laten zien en horen wat het belang is van een regionale omroep. Ja, dat is duidelijk. Dus het is niet de boodschap van Omroep West moet blijven, want we verdwijnen binnenkort. Maar het is wel alle hens aan dek. En kijk eens wat wij doen, hoe belangrijk wij zijn. En daar mag best wat geld tegenover staan. De boodschap is wel Omroep West moet blijven. Ja, maar dat voor korte termijn gaan we echt. Nou, niet op korte termijn, maar op langere termijn zou dat wel kunnen. En dat is wel iets waar we ons zorgen over moeten maken. En het goed is om daar aandacht voor te vragen. Zover is het niet, maar het is heel belangrijk om toch wel bewust te zijn van dat die rol van die regionale omroep toch vooral bewaard moet blijven. En dat gaan wij vandaag uitstralen met al die mensen die hier werken. Gerard, dankjewel dat je zo vroeg je bed uit bent gekomen.